Goedemorgen mensen, de recreant hier. Vandaag ga ik mijn derde stukje lopen in de serie van de Sint-Thomas Trails. Die is hier in Oudhoorne via sportclub Uduros Outdoor hebben georganiseerd. Dat doen we eigenlijk ieder jaar, maar vorig jaar volgens mij niet. En deze keer kunnen we de route lopen op GPX bestand. Dus ieder individueel. Hebben ze erg goed gedaan. Ze hebben een leuke routes uitgezet. Soms kom je weer op stukjes tegen van hé, hier ben ik eerder geweest. Want ik heb al de 7,5 gedaan, de 12 en vandaag loop ik de 18. En dan ga ik een dag rust doen en dan loop ik de 28. We zijn aangekomen bij het clubgebouw van Uduros. En Sport Outdoor zit hier achter met een survival vereniging. Wat ze goed hebben opgezet. Leuk draait. Nog altijd fanatieke deelnemers die nog steeds trainen. Maar goed, ik ben hier op stap aangekomen. Dus ik ga zo met mijn loopje beginnen. Even een stapdoek laten zien. Daar is hij. Dus mijn 18 kilometer kan gaan beginnen. Ik maak er een lange duurloop van. Dus ik ga lang over de kilometers doen. Zodat je wel meer duur weer in de benen krijgt. Dus een genietrondje. Mensen, ik ga wat beelden schieten onderweg. En ik hoop dat jullie er weer van genieten. Hier afslaan, gaan we doen.